Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl. Hallo, mijn naam is Mirjam Hommes. In deze nieuwe podcast kijken we elke week terug op de bijzonderheden van het afgelopen weekend in de sport en fokkerij. Daarnaast nemen we u mee in wat ons verder opviel in paardenland en kijken we even wat er in de paardenkrant staat deze week. Het Olympisch jaar is begonnen en dit is de eerste aflevering van onze podcast. Bij mij zit mijn collega Rick Helmink. Welkom, Rick. Dankjewel. Welkom. Laten we eens even terugkijken op de eerste editie van de paardenkrant van dit jaar. Want dat was een bijzondere krant, helemaal vol met interviews. Ik heb het met veel plezier gelezen. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond dat ook een erg geslaagde editie. En hij is ook door onze horsesbezoekers die niet abonnee zijn van de paardenkrant ook heel vaak gekocht. Dus de bezoekers van horses.nl die vonden hem ook leuk genoeg om te kopen. Dus, nou, dat is mooi om te horen. Dus misschien dat we dat volgend jaar nog een keertje moeten doen. Ja. Ja, heel leuk. Ik zag dat vooral het verhaal van de 100-jarige mevrouw Gerlach ook erg populair was. Die vroeg zich af wat we met paarden moesten doen als er geen paardensport meer zou zijn. Dat vond ik wel erg grappig. Dus als jullie dat willen lezen, dan lees dat in die krant. We hebben ook een aantal prominenten gevraagd van hoe ziet de paardenhouderij eruit in 2050? En wij hebben een heel aantal mensen op geantwoord. Vul jij daar nog wat in op? Wat ik wel grappig vond is dat ik zag dat bij de springmannen die erin voorkwamen, dus Paul Hendricks en Mark van der Vleuten, die hadden het vooral over de kosten van de paardensport en of het daarmee nog wel echt een brede volkssport kan blijven. Die maken zich daar vooral zorgen over. En wat alle mensen, onder andere Floor Dreugen van het KWPN komt aan het woord. Die zegt, we moeten nog een gezondere paarden gaan fokken. Leunis van Lieren komt aan het woord. Fenna Westerduin van de KNS. En Gerda Verburg. En wat ze allemaal wel zeggen is dat ze niet zorgen hebben over dat we in 2050 niet meer paardrijden. Doen we nog steeds dan. Ja, daar zijn ze het allemaal over eens. Nou, dat is in ieder geval een hele goede manier om het nieuwe jaar te beginnen met deze positieve boodschap. Jij hebt zelf voor die krant heb jij de kersverse bondscoach van de dressuurruiters, Patrick van der Meer, geïnterviewd. Dat is nogal een bijzondere constructie nu, hè, in de richting voor Parijs. Ja, de dressuur. In zekere zin wel. Alex van Silva die blijft nog aan als technisch trainer. Dus gewoon de begeleiding van de combinaties op wedstrijden. En Patrick is per 1 januari bondscoach geworden. En eigenlijk is het misschien wel grappig. En deze podcast moet natuurlijk ook geluisterd worden. Om een beetje te vertellen over de totstandkoming van dat verhaal. Ja, vertel. Ja. Nou ja, dat ging een beetje heen en weer. En Patrick van der Meer die vindt het heel belangrijk dat alles omtrent de dressuur weer heel positief wordt. En ik zeg daarvan altijd van dat hebben dressuurmensen zelf in de hand. Ja. Daarbij is kun je ook niet echt stellen dat de afgelopen jaren nou zo fantastisch zijn gelopen voor de Nederlandse dressuur. Ik denk dat de grootste uitdaging ook wel echt daar ligt. Want ze hebben een forse ambitie. Een teammedaille halen. Ja, ze willen echt medaille op het podium terechtkomen in Parijs. Ja. En in dat verhaal vertelt hij dan over hoe hij dat wil doen. Vertelt hij ook onder andere dat hij Edward Gal op de longlist heeft gezet, die inmiddels al... Ja, en dat dat niet voor niets is, zag ik. Ja, en ik denk ook wel dat het een uitdaging nog voor hem wordt om een beetje... Hij is natuurlijk altijd... Dus de ruiters zijn collega's gewoon geweest, zijn teammaatjes.
om daar nu boven te gaan staan en te zeggen van, zo gaan we het doen. Ik denk dat dat nog wel een uitdaging wordt. Ja, is dat überhaupt een taak van een bondscoach om echt tegen zo'n team te zeggen, zo gaan we het doen? Want iedereen heeft ook zijn eigen trainers. En... Ja, qua teamsamenstelling natuurlijk wel. Hij moet wel tegen mensen zeggen, jij mag mee en jij mag niet mee. Ik denk dat het wel interessant wordt om te zien hoe dat gaat verlopen. En hoe dat gaat verlopen. En dan hopen we ook op een stukje minder pech dan het afgelopen jaar. Ja, ja. Al zei hij daarvan ook wel zelf, je hebt het in zekere zin ook pech zelf wel in de hand. Je moet het in ieder geval zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Maar hoe heb je pech in de hand? Hoe voorkom je pech? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel paarden geblesseerd geweest. In het afgelopen jaar. En hij zegt in dat interview wel dat je echt alles moet doen om ervoor te zorgen dat die paarden fit blijven. Ja, dus daar komt misschien nog wel meer aandacht voor dan er al voor was. Heel goed. Nou, dat gaan we dan ook lezen, dat artikel. Ik mocht zelf, daar was ik heel erg blij mee, Carl Hester interviewen. Die vertelt in de krant over zijn KWPN'ers. Hester rijdt natuurlijk erg veel op KWPN'ers, maar dat is eigenlijk bij toeval ontstaan, vertelde hij mij. Hij heeft vroeger bij Bert Rutte gereden en is goed bevriend met Gert-Jan en Anne van Olst. En op die manier zijn de KWPN'ers op zijn pad gekomen. En ze zijn natuurlijk altijd bekend en beroemd, Carl Hester en Charlotte Dujardin, om hun management van de paarden, die veel buiten staan. En daar vertelde hij ook wat over. En hij zegt met name de hete en de sensibele paarden, die zetten we maar heel veel buiten. Soms tot 24 uur per dag aan toe. En dan moeten ze op wedstrijd maar heel vaak aan de hand grazen en van tevoren een paar dagen wennen om weer op stal te staan. Maar hij begrijpt ook wel dat dat niet voor iedereen een oplossing is. Hij heeft zelf, ik geloof, 16 hectare en dat is natuurlijk niet voor ons allemaal weggelegd. Dus dat was voor mijzelf persoonlijk een hoogtepunt van deze krant. Jij sprak ook Cor Loeven nog voor de krant. Die is toegetreden tot bestuur van het KWPN. Ja, dat is half december gebeurd, samen met Jacques Marais en Ico Sevinga. En ik denk dat dat ook wel een goede keuze is van het KWPN. Dat zijn wel echt mensen die... Ico Sevinga is misschien niet in de paardenwereld niet zo bekend, maar wel een zwaargewicht... Qua bestuursmatige ervaring en Cor Loeven en Jacques Marais, dat spreekt natuurlijk voor zich. Voor de meeste mensen die dit luisteren, denk ik. Ja. En Cor Loeven die zegt in dat interview dat het KWPN eigenlijk ook wel echt weer dichter bij de leden moet gaan staan. Fouten moet durven te maken. Even kijken wat de keuzes uitleggen, transparanter zijn. Vooral dus naast die fokker gaan staan. Ja. En te luisteren naar de mensen uit de praktijk. En ik denk dat dat wel een advies is wat... Daar zie je wel wat in. Ja, wat vruchten af kan werpen. Ja, het is natuurlijk wel een risico. Want je hebt natuurlijk als bestuurder ook altijd zo'n afbreukrisico. En als je dan... Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er soms geen keuzes gemaakt durven worden. Omdat mensen dan meteen heel Facebook en iedereen over zich heen krijgen. Nou ja, dat zegt hij ook wel echt. Dat het heel belangrijk is om gewoon altijd met mensen in gesprek te blijven. En dat zegt hij ook vanuit zijn ervaring in de hengstkeuringscommissie. Natuurlijk vindt niemand het leuk als zijn of haar hengst naar huis gestuurd wordt. Nee. Maar als je maar in gesprek blijft, dan hou je de mensen bij je. En hij vindt dat KWPN dat op dit moment nog te weinig doet. Dus dat gaan we de komende tijd van het KWPN-bestuur zien. Nou ja, er zitten natuurlijk nog meer mensen in, maar dat is in ieder geval de kant die Cor Loeven op wil. Ja, nou, dat is een mooi goed voornemen, zou ik zeggen, zo aan het begin van het jaar. Rick, afgelopen week was het derde deel van de hengstencompetitie van het KWPN. Dat was in Groningen en voor de Gelderse paarden en voor de dressuurpaarden was het ook de finale.
Ja, dat klopt. Dat is de nieuwe opzet. Ik weet niet of het inmiddels alweer... Ik ben me niet helemaal zeker of het vorig jaar nou ook al zo was. Maar in ieder geval was nu de derde etappe ook de finale. En in Den Bosch wordt het dan een soort van show. Ja. Wie waren de opvallende winnaars bij de Nou ja, dat is eigenlijk wel heel grappig bij de O-jaargang. En dat is onder andere de jaargang van Extreme US en Ototo en One Million en... Nou, dan vergeet ik er nog een stel. Maar in ieder geval is dat de O-jaargang. En dat is een jaargang die eigenlijk door iedereen in de hoogste tonen is besproken. Echt als de beste jaargang sinds jaren. En die jongens hebben ook allemaal veel gedekt. Ja. En toen was er in de laatste etappe was er een AIS-hengst opgegeven die niemand eigenlijk kende. Tot 2 januari was die hengstcompetitie. En die won daar, Ortiz zei. Dat is een for final uit het Chippendale moeder van Nathalie Smeets en Dami Story. En Nathalie Smeets... Ja, dat is eigenlijk een heel zelfvoorzienend fokker. Die rijdt ook zelf, die leidt haar paarden zelf op. En met haar heb ik ook een interview gedaan in de paardenkrant van deze week. En daar vertelt ze ook over die Ortizai. En dat hij echt gewoon tot die 3,5 was op de wei heeft gestaan. En dat ze hem dus na de zomer van vorig jaar naar huis heeft gehaald. En dat de hengstcompetitie was zijn eerste wedstrijd. En daar versloeg hij dus al die toppers. Ja, uit het niets gekomen en alles opgerold. Ja. Ja. Hij kon de finale niet winnen omdat hij maar één wedstrijd heeft gelopen, denk ik, hè? Ja. Hij won dan de dagprijs van de laatste etappe. Ja, precies. Nou, daarover dus in de nieuwste paardenkrant van deze week, paardenkrant nummer 2. Ja. Kun je daar meer over lezen in het artikel van jou? En dan breng ik nog heel even in. Ja, bij de springers is het wel opvallend dat Hengs van VDL Stut, die doen het heel goed. Ja. In alle klassen, zeg ik even uit mijn hoofd, staat er een VDL-hengs bovenaan. Dat is, in het Z is dat Stargos, die won vorig jaar ook in het M. Ja. Dan New Pleasure VDL in het M nu. En Boston VDL, die is alle etappes ook foutloos gebleven in de klasse L. Dus, ja. Nou, dat is heel mooi, maar de finale voor die springhengsten is dus in Den Bosch. Ja. Ja. Ja, dus die gaan we nog zien. Ja. En bij de Gelderse was er in elk geval in één klasse een soort clean sweep. En dat was Odin. Die heeft alle drie de competitiewedstrijden gewonnen. Ja. En in de paardenkrant van deze week staat ook een interview met zijn ruiter Dirk-Jan van der Water. Ja, ook heel interessant om te lezen. Verder lees je in de paardenkant nummer 2, die deze week is verschenen, natuurlijk nog veel meer, behalve het verhaal over Ortizai en Odin. Je leest bijvoorbeeld alles over de tuigpaardenhengstekeuring, die als eerste van dit jaar weer begonnen is. Onze verslaggever Ria Hekkert is daar geweest, die vertelt over het royaal aanwijzen en het goed te volgen commentaar van de hengstekeuringsjury. Dat is altijd fijn. Jij hebt trouwens ook nog een verhaal geschreven, een ander verhaal, Rick, voor deze krant. En dat gaat over Gaston Glock, met de nodige roddels en achterklap er ook nog in, begreep ik. Nou ja, dat Want die meneer wilde eigenlijk geen publiciteit, maar hij kreeg het wel. Zoiets was het, toch? Nou ja, dat is eigenlijk wel interessant. En hij is overleden in de laatste dagen van 2023. Ja, ja. Ik ben altijd hij in het begin van 94. Ja, 94 jaar. En eigenlijk is die heel erg plotseling in die paardenwereld opgedoken. En ik moet er wel bij zeggen dat dit een theorie van mij is. Maar ik heb het idee dat dat gebeurde op het moment dat hij in een vechtscheiding lag met zijn eerste vrouw en kinderen. Ja. En nou ja, dat hij daardoor de hele tijd in allerlei roddelbladen stond. En Glock heeft in heel zijn leven maar één interview gegeven op de Oostenrijkse televisie. Ja, wow. En verder wilde hij absoluut nooit in de publiciteit. En ik heb heel erg het idee, hij werd destijds ook geadviseerd door een mediabedrijf,
dat die paarden en ook die fameuze concoursen daar, waar Robbie Williams kwam en Naomi Campbell en nou ja, allemaal wereld, John Travolta en noem ze allemaal, maar allemaal wereldsterren waren daar. En er is ook één concours dat geloof ik 30 miljoen heeft gekost. Dat heeft een Oostenrijkse krant uitgevonden. Dat die paarden en die glamoureuze concoursen, dat dat een soort van tegenwicht moest bieden tegen die berichtgeving over die vechtscheiding. En toen er eindelijk een schikking was, en dat is in 2020 gebeurd, sindsdien is er ook nooit meer een concours georganiseerd. Oh, dus echt waar? Ja, dus sinds hij geschikt heeft met zijn eerste vrouw en zijn kinderen, is er nooit meer zo'n glamoureus paardenfeestje gekomen. Nee, het viel natuurlijk wel samen met corona, dus het is een beetje een complottheorie. Ja, nee, het is een theorie, maar. Het is een interessante theorie in elk geval, ja. Ja, daarbij moet eigenlijk ook nog gezegd worden dat hij ontzettend zuinig was. Oké. En dat is ook, er is een boek over Glock, dat is al best wel oud, maar daar wordt dat ook wel door betrokkenen heel duidelijk geschilderd hoe zuinig die was. En door een rechtszaak is naar buiten gekomen dat die van, even kijken, tussen 2014 en 2019 rond de 380 miljoen van zijn privé-stichting naar het Glock Horse Performance Center heeft overgemaakt. Dus eigenlijk is dat iets wat helemaal niet bij die man past. Ja, was heel erg tegen zijn karakter zoals hij eerst was, zeg maar. Ja. Maar goed, daar kan natuurlijk ook zijn nieuwe vrouw, Catherine Glock, een rol bij hebben gespeeld. Ja, dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Nou, ga dat artikel allemaal lezen in de paardenkrant van deze week. Dan kijken we nog even naar wat onze lezers en wellicht ook onze luisteraars allemaal bezighoudt deze week. De meest gelezen artikelen van het moment gaan over het faillissement van paardenstreamingsdienst Hoofon. Daar was Britt Dekker ooit bij betrokken, maar die was er al uit, zei ze tegen de media. En vervolgens is dus de hele streamingdienst ook ter ziele gegaan. Een ander artikel wat mij verbaasde, wat ook erg veel lezers heeft getrokken, gaat over de Friese fokker meneer Jansen uit Brabant. Die heeft een enorm lang slepende procedure tegen het Friese stamboek gevoerd, die hij uiteindelijk in hoger beroep won. En toen vervolgens moest er een schadevergoeding komen vanuit het stamboek. Maar die viel heel erg tegen. Tegen dat bedrag is die ook weer in beroep gegaan. We zijn inmiddels volgens mij echt al 10 jaar verder sinds het begin. Maar dat beroep heeft hij verloren. Hij heeft nog een cassatiemogelijkheid bij de Hoge Raad. Maar dat is nog niet duidelijk of hij dat gaat doen. Daarover staat dus ook een artikel op Horses Premium. Dan, wat goed gelezen was, was de vijfvoudig EK-pony Happy Feet, die aan zijn vijfde Amazone begonnen is in The Children. Klopt dat, Rick? Ja, geloof ik wel. Misschien zelfs wel meer, want tussendoor is er ook nog eentje geweest die volgens mij geen wedstrijd heeft gereden. Maar in ieder geval heeft die pony heel veel Amazones gebracht voor het Nederlands team. Ja, heel veel Amazones blij gemaakt, een hele goede leermeester en nu dus weer bij de volgende terechtgekomen. Blijven we even bij de jeugd. Ava Ede van Gunsven die heeft haar ponytijd afgesloten met een mooie tweede plaats in de Grote Prijs van Mechelen. Die gaat nu bij de junioren rijden. En dan hadden we nog een hele aantal berichten over onze goede vriend meneer Helkstrand, die in de financiële problemen enigszins lijkt te zitten. Is dat nou echt zo? Of? Nou ja, dat lijkt er wel sterk op. En ook wel insiders die ik daarover spreek, die beamen dat ook wel. Ik heb ooit eens, dat is in 2019 al, want ik volg dat al heel lang met belangstelling, hoe dat daar ruilt en zeilt, heb ik een artikel geschreven daarvan was de kop, bij Helkstrand en Saars groeien de bomen tot in de hemel. Maar goed, bomen kunnen wel heel hoog worden, maar ze groeien echt niet tot in de hemel. En als het gaat stormen, dan waaien ze om. Ja, het lijkt nu toch wel een beetje erop dat, ik wil het geen kaarthuis noemen, maar er zijn wel serieuze problemen. Ja. Ja, dus blijf de paardenkrant vooral lezen, want dan
Ja. Lees je daar alles over? Gaan we daar dat allemaal volgen. De hond is het ermee eens. Nou, komend weekend komt de wedstrijdsport weer echt op gang. Met onder meer de wereldbekerwedstrijd in Basel. En voor het springen is er ook in België, Duitsland en Spanje weer wat te beleven. Gelukkig maar, want de afgelopen weekenden was het wel heel erg stil. Rick, waar kijk jij naar uit? Dat zijn eigenlijk twee meer fokkerijdingen. De BWP hengstkeuring is ook dit weekend. Ja. En de Friese hengstkeuring. En ik volg de Friese eigenlijk helemaal niet, maar meestal is die zaterdag van de Friese hengstkeuring een beetje zo'n pyjama-dag dat ik dat thuis kijk. En dan kijk je wel naar Omroep Friesland in het Fries, of niet? Nee, niet in het Fries, maar in het Nederlands. Nee, ik kijk altijd Omroep Friesland in het Fries met onder meer de zeer kleurrijke Henk Dijkstra, die ons dan alles vertelt over de Friese hinder. En dan probeer ik mijn Fries een beetje op te vijzelen. Iedereen die gaat sporten, recreëren, wedstrijden rijden of naar keuring gaat dit weekend, heel veel plezier gewenst. Dat was het voor deze week. Bedankt Rick voor je bijdrage. Graag gedaan. Alle luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van onze podcast. Voor meer over de genoemde onderwerpen kijk je op horses.nl. In onze webshop kun je de meest recente edities van de Paardenkant bestellen, zoals die hele leuke verhaleneditie, de allereerste van dit jaar. En met je premium abonnement kun je natuurlijk alle artikelen op horses.nl lezen. Of kijk even in de show notes van deze podcast voor links naar de verhalen die we besproken hebben. Dit was de week van horses.nl. Tot volgende week. Dit was een podcast van horses.nl en de Paardenkrant.